In dit programma zijn de fractievoorzitters van politieke partijen in de gemeente Roermond aan het woord. Zij delen hun ervaringen met ons en kijken in de toekomst. Wat heb jij in die 500 dagen kunnen doen? Nou kijk, we hebben twee dingen kunnen bereiken. Eén, zaken die dit college vanzelfsprekend wilde uitvoeren, hebben wij drempels neergezet dat dat niet zo snel kon gebeuren. Dit college is bekend om een nota-fetischisme, zeg ik altijd. Ze zijn gek om notas te schrijven, maar in uitvoer gebeurt weinig. En zowel als partij met eenmansfractie, want dat ben ik helaas, kan je soms moeilijkheden brengen in dingen waar je niet mee eens bent. En soms duw in de rug geven over dingen waar je wel mee eens bent. Ik heb Roermonden herkenbaar gemaakt dat 5,7 miljoen euro wordt uitgegeven om de mooiste laan van Roermond met de mooiste bomen te kappen. Geen enkele partij maakte dat duidelijk, DENK maakte dat kenbaar. Ik heb ervoor kunnen zorgen dat onderwerpen als discriminatie en racisme hier bespreekbaar werden. Ik heb een kenbaar kunnen maken dat diversiteit enorm belangrijk is. En gelukkig zien we dat nu diversiteit structureel in de begroting zit. Voor het eerst in de geschiedenis van Roermond. Dit zijn leuke bijdrages waar ik heel terughoudend in moet zeggen dat ik er een bijdrage in heb geleverd. En heb ik dit bereikt, heb ik dat bereikt? Luister, ik heb een eenmansfractie. En als eenmansfractie probeer je een beetje te dealen, een beetje bevriend te raken, maar ook heel kritisch te zijn en zo je punten binnen te halen. En die onderwerpen die ik je net heb opgenoemd, ja, dat waren wel de onderwerpen. Ja. Ik zeg altijd, een grassprietje kan ook kietelen. Inderdaad. Het is wel een dikke grassprit, moet ik zeggen. Ja, nou, laat gaan. Het zijn jouw woorden. Wat, ja. Even naar de fractie. Je bent een eenmansfractie. Ja. Doe je werk alles alleen of heb je ook nog steunfractie? Nou, ik heb steunfractieleden gehad. Die zijn er niet meer. Ook omdat ze jong zijn en willen studeren, andere steden gaan, et cetera. Je merkt nu vooral dat met de opkomst van de economie heel veel mensen kiezen om minder vrijwilligerswerk te doen en meer werk te verrichten op hun werkveld. Dat is een nieuwe uitdaging, maar Roermond en DENK, we zijn een nieuwe politieke partij. We bestaan maar pas nog niet eens 2 jaar in Roermond. En waar andere partijen al 70 jaar ervaring in hebben, moeten wij dit nog gaan opbouwen. Dus ik heb nog vacatures openstaan, ook voor de kijkers. Als ze zeggen van, hey, ik zou binnen DENK Roermond wel iets willen doen, dan zijn ze van harte welkom. Als ik kijk naar de sfeer in de raad, hoe ervaar je die? De sfeer in de raad was tot deze begroting had je een coalitie versus de oppositie. Coalitiepartijen en het college gunden geen centimeter aan de oppositie. Ook dingen die je bijvoorbeeld indiende in positieve zin, kreeg je altijd te horen, ja, dat ga ik al doen of dat doe ik al. Ja, dat betekent niet dat je een motie positief hoeft te oordelen. Maar gunningsfactor was nul. Wat je nu ziet is dat er ook scheurtjes ontstaan in de coalitie. En dat vond ik bijzonder in deze begroting. Die heb ik net ook in mijn woordvoering opgenoemd in de vergadering. En die scheurtjes die zijn interessant voor de komende tijd. Want dat zal natuurlijk ook de positie van de raad veranderen. Ik durf te wedden dat vandaag raadsteden zullen zijn vanuit de coalitie die misschien tegen de begroting gaan stemmen. En die scheurtjes die komen nou. En waarom zijn die belangrijk? Dat zijn kritische stemmen die gehoord moeten worden. Wat dat doet met de verhoudingen in de raad, dat weet ik niet. Maar het is wel spannend. Alles wat ik doe in mijn werk, probeer ik met empathie te vormen met de burger. Want ik ben de burger. Ja. Ik ben geen elite bobootje die altijd met een pak loopt. Ik draag mijn pak alleen tijdens bijeenkomsten om te laten zien dat ik een raadslid ben. En daarbij te dat ja, ook een stukje precies. Maar ik ben een Roermondse jongen. Ik ben opgegroeid in Donderberg. Nee. Mijn vader had niet 10.000 euro per maand om uit te geven. Ik heb ook moeten leren om te gaan met armoede. Ik heb ook geleerd om te gaan met een buurman die bij jou aanbelt om suiker te vragen. En jij bij hem of haar aanbelt om brood te vragen. Zo ben ik in deze stad opgegroeid. En met die mensen kijk ik, met die perspectief, met die referentiekader, kijk ik naar de begroting. En wat zie je? Je ziet dat er geld wordt uitgegeven aan Bobo-projecten, aan de Passion. Sorry dat ik het moet zeggen, maar kom op man, 1 miljoen euro bijna wat je gaat uitgeven om Roermond op de kaart te zetten. Buiten de 1,2 miljoen van de omroep, hè? Maar goed, oké. Ja, maar wat krijg je wat heeft de burger er? Ja, we hebben een mooie bezoekersstad, ja. Ze komen iedere dag shoppen in die outlet. Tienduizenden bezoekers. Ja, persoonlijk vind ik het window dressing, maar goed. Ja, het is window dressing. Ja. En weet je wat voor de burger overblijft? Window shopping.
Ja, ja, ja. Dat blijft voor de burger over. En dat neem ik ze kwalijk. Ja, oké, goed. Dat neem ik ze kwalijk. Ja, wat ik ervan vind is niet zo belangrijk. Maar even naar de toekomst toe. Hè. Trouwens, voor mij wel, sorry dat ik je onderbreek. Want ik mis bijvoorbeeld ook een goede lokale media in Roermond. Kijk maar naar alle omliggende gemeentes. Omroep 5ML is niet begonnen in Roermond. Kijk maar naar Venlo. Kijk maar naar Weert. Hebben bijvoorbeeld een website als Weert de Gekste. En in Roermond moeten we het doen met Roermond Nieuws, Roermonds Dagblad en dat soort pagina's. Moeten we het doen? Ja, want als je goede media wilt, kost dat geld. Waarom zou dit college niet kunnen zeggen, voor de lokale democratie te bevorderen, dit doen jullie allemaal op vrijwillige tijd. Waarom zou de college niet kunnen zeggen, in plaats van 25.000 euro die ik aan Bobo-wijntjes ga uitgeven, ga ik dat geld uitgeven aan een goede journalistiek in mijn stad. Dan zat jij hier niet in je eigen vrijwilligerstijd, maar dan hadden wij ook hier gezeten. En kon je misschien wekelijks deze programma maken of dagelijks misschien. Maar daar kiest dit college niet voor. Dit college kiest ervoor om Bobo-projecten te financieren. En dat neem ik ze kwalijk. Als ik naar de toekomst kijk, hè, dus naar de resterende periode in de Raad. Wat kunnen wij van Denk verwachten? Buiten wat je nu net allemaal verteld hebt. De resterende periode wil ik aandacht schenken aan met name diversiteitsverhaal. Kijk, Roermond is een stad waarbij een kwart van haar inwoners niet de oorsprong in deze stad heeft. Je kan wegkijken, maar het heeft geen zin. Dat zijn inwoners van deze stad. Demografische ontwikkeling is dat wij steeds meer ouderen krijgen in onze stad. Maar aan de andere kant, de geboortecijfers bij migrantenkinderen hoger zijn dan bij niet-migrantenkinderen. Wat zegt het voor de toekomst? Dat je een stad krijgt met heel veel ouderen, maar heel veel jonge migrantenkinderen. En wat mij steekt is dat ik in het veld en op de Donderberg zie dat bepaalde families met bepaalde achternamen dezelfde problemen hebben als mensen met een migrantenachtergrond. En die twee geluiden, die wil ik bij elkaar brengen. Want de politiek heeft de afgelopen jaren, zowel in Den Haag als in Roermond, die twee geluiden uit elkaar gehaald, die groepen tegen elkaar gezet. Om te zeggen, zie je wel familie dit, dat jij geen baantje hebt, komt door Ali. Maar terwijl Ali en familie dat dezelfde problemen hebben. Ze kunnen de huur niet betalen, ze kunnen niet terecht bij voorzieningen hier in de stad. Ze denken, wat gebeurt er aan de andere kant van de tunnel? Die twee geluiden, die wil ik bij elkaar brengen. Dat is mijn lange termijn visie in deze raad voor de komende 2 jaar. Want dat de burger in het veld een achternaam heeft en daardoor geen baan krijgt, en haar buurman een achternaam heeft en geen baan krijgt, hebben dezelfde problemen. Maar wat gebeurt er? Die groepen worden tegen elkaar opgezet. En daar ga ik ervoor zorgen, met moties en amendementen in de komende periode, met mijn woordvoeringen en mijn politieke activiteiten, dat ik die geluid ga samenvoegen tegenover de Bobo-geluid die vanuit de andere kant komt. Want er is echt, als inwoner vraag je echt af, ook vandaag met de begroting, miljoenen bezuinigen. En aan de andere kant miljoenen aan prestige uitgeven. Dat is toch onbegrijpelijk. Je moet je voorstellen dat ik thuis heb ik een gezin. Dat ik geen inkomen heb en mijn vaste lasten niet kan betalen om fatsoenlijk te kunnen leven. Maar aan de andere kant alleen maar dure telefoonabonnementen zit aan te nemen om te laten zien welke iPhone ik heb. Dit. Ik wil daar graag mee afsluiten. Ik vind het een heel goed streven. Ja, ik dank je voor dit openhartige interview. De winter komt eraan. Welkom bij het Schnitzelparadies. Met een keuze uit meer dan 50 schnitzelvarianten is er bij het Schnitzelparadies keus voor iedereen. Dit is genieten. Je bent meteen in Tiroler sfeer. Dat is genieten van al het lekkers bij het gezellige Schnitzelparadies. Hé, hey, dat is leuk, een ticketmenu van 22,95. Schnitzel, drankje en een bioscoopkaartje.